Zo, Mehmet. We gaan een dagje de polder in. Dagje de polder in, inderdaad. Snoek als focus. Zekers. Ja. Vertel eens, welke hengel setups gebruik jij voor... Ik heb zelf altijd twee hengels bij me. Ik heb één lichte jerk hengeltje. Met een rail erop. Dat is eigenlijk voor meer voor de... Ja, je zou hem voor de softbait kunnen gebruiken. Maar ik gebruik hem zelf voor de lichte jerk en lichte pluggies. Dat is gewoon een heel kort stokje van net geen 2 meter. Lekker onder de struikjes door, lekker kunnen werpen. Ja, ik vind wat voor actie heeft die hengel? Is die zacht in de top? Hij is heel hard. Okay. Gewoon, het is een lichte versie. Maar het is een strakke hengel met een snelle actie. Dus als het nodig is, kun je er iets zwaars mee werpen. Maar het actie wordt al dan wat minder. Okay. En ja, en voor de softbait, voor de lichte shedjes, waar ik zelf eigenlijk gek van ben. Gewoon lichte shedjes tot 12 centimeter. Gebruik ik een spinstok tot 2,10 meter. Ik gebruik dan een Synetic Lagos hiervoor. 14 gram werpgewicht. Ook weer een snelle actie, dus een vrij strakke stok. Als het nodig is, kan ik ook weer iets zwaarders mee werpen. Geen grote molen, 2500 molentje erop. Niks bijzonders. Echt geks heb je er niet voor nodig voor het snoeken. Ik zelf heb een 1400ste gevlochten lijn erop. Nou, uiteraard onze stalen lijnmontage. En je kan lekker op stap in de polders. Rugtasje op. Dit is jouw setup? Dit is mijn setup voor het poldersnoeken. Niks bijzonders. Thanks, Mehmet.